Ja, welkom jongens bij een nieuwe aflevering. Aflevering 6. Het is vandaag donderdagochtend. Dus hartstikke mooi. Welkom met de mensen met het donderdagochtend humeur. Ik heb ook een donderdagochtend humeur, want ik dacht, nou, dit zou wel goed zijn zo. Maar nee hoor, dit land had nog kalk nodig en moest worden geploegd. Dus dat moet en dat ding, pa, die woel. En er moet kalk over, dus het kost beiden meer tijd. En het kost natuurlijk ook nog wat geld, want ik ga natuurlijk heel veel kalk overheen en zo. Maar gelukkig doe ik dat gewoon zelf. Dan doe ik dat hem gauw. Nou, kalk erop. En dan pas kunnen we gaan zaaien. In deze aflevering wil ik ook nog gaan rooien. Dus ik denk, nou, moet niet te lang duren. Maar ja, kijk, als we natuurlijk zo allemaal dit soort dingen gaan doen, ja, dan gaat het natuurlijk wel hem duren. Dus ja, oh, 3000 euro aan loonbetaling, dat is ook lekker. Nou ja. Hey, ik kom zo weer, hè? Oké. Okay. Nou ja, moet nu een beetje de kalk eroverheen strooien, maar de kalk is bijna op, dus ik zet hem helemaal bij open. Ik moet toch voorbij dat ding. Nou, gaat ons schil. Dit ding gaat ook lekker door. Teambom. Ferritron. Ik kan deze wel in aan de kant zetten. Zo. Even netjes parkeren. Ik ben een hele nette jongen. Nou, morgen. Diep ploeg en zo. Lekker woel. Nou, pakken we dit ding. Die rijdt met die kant hem op. Want dit ding al in transportpositie staat. Ja, geen idee. Deze parkeer ik hem hier op het erf. Dus ook dit ding hem gaan laten zijn, denk ik. Want ja, alles moet lopen. Anders kost veel te veel tijd. Dus dan doen we dat even gauw. André, ik weet niet wat hij aan het doen is. Ik denk, allemaal vieze dingen. Dan moet je veel. Yo! Oh, André is er weer. Hey, dag André. Ik was er al weer. Ik dacht, André is allemaal vieze dingen aan het doen. Ah, viel mee. Met wie? Ja, dat. Ja, dat weet ik niet. Dat moest ik nog even verzinnen. Hier zit front dingen gaan. Dan zeg ik, dit ding gewoon moeilijk en zo hard. Dus alles moet bezig. Oh, wat een vieze groene flikker. Alles mooi bezig. Ik zal met die fan andere ding doen. Ja. Dus moet bij mij gaat het ook heel goed. Oh. Zo. Zo meteen klaar. Mooi. 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 Koolzaad. Ja, goed zo. Oh, dus al, dat gaat best nog rap dit. Maar dat komt er wel in. Dat gaat 10, dat zou je, dat gaat met 16. Sorry Peter, maar jij gaat ook even naar 10 toe. Ik wil je niet van het werk afhouden, hoor. Jij vindt je, maar... Die Wulpo die gaat maar 13, dus dan moet je ook maar 13 gaan. Dat gaat ook mooi. Dit ding is bijna klaar. Zo. Geld verknallen. André gaat haar als er ook zo hard is. Daar kan de tijd over. Nog één keer weer. Nog één keer rijden weer. Ja, nou, het moet helemaal vol. Mijn trekken er 4 uur op. Ik dacht dat ik het toch maar in moest verkopen. Weet van 120 gram om, dan zou die locatie in markeren. Zo, ik daar zo in mee. Ja. Zo, ja, zie maar in. Zo, en rijk dat in. Ja. Tarwe even weg. Kun je daarvan weer een beetje koolzaad voor bestellen. Aardappel spul.
Ja, een aardappelspul. Natuurlijk nog een kosten mee te maken. Ik zal even dat tarwe verkopen. Want 800 is niet, is op dit moment vrijwel veel. Wacht, kan ik kwijt. En hebben wij ongeveer iets van 18.000 of zo. Gaat dat leuk. Wel leuk geel. Dan zag ik ook een bult aardappels in ieder geval. Ja, als ik beide landen. Ja, we gaan land 12 gaan we niet nog een keer. Wat ja. Over. Nee, die gaan we straks even bemessen, denk ik. En nog even spuiten, natuurlijk goed. Staat er ook. Mag jij gaan doen? Ja, dat doe ik zo wel even. Ben met niet Holland. Alle tracks ben aan lopen. Ja, heb je die fan favoriet ook? Ja, is aan het zijn. Wat een raar zichtje door die raam mee, jong. Oh, blijf stabiel. Oh. Zie je hoe ik dat doe, jongens? Dat rijdt echt machtig, jong. Dit ding rijdt gewoon 70, 73. Niet te doen, maar. Ik denk ben opgevoerd, zo denk ik. Zo. En hoeveel geld zat erbij? Komt heel wat binnen in ieder geval. Jo, ik kan wel weer een bedaardpost verkopen. 22. Oh, dat valt me niks tegen. Ik zet een bankje, ja, denk je erin. Een bankje met prullen. Hé, pak hem aan. Oeh. Is dat katoen? Blauw, 14. Zo, jongens. Piebers zit erin. Zit piebers erin, joh? We rijden wel door het land, denk ik. Jo. Maar de tijd zal een beetje harder zijn. Ga ik nu doen. Maar koolzaad boeit niet zoveel. 20. Zet hem maar op 120. Oh, wacht. Weet je hoe we dat nog meer kunnen aanpakken, Thijs? Nou. Planten groeien snel. Ja. Dat moet je altijd op snel hebben. Maar dat had ik niet. Die op de maal staan of zo. Ja. Mm. Nou, de piebers die zitten ook in de rond. Mooi. 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 Zet wel vast. Ik zet alvast mijn chondeertje klaar. Oh, ik zet de fan ook alvast wel klaar. En keepertje. Twee keepers. Ja, dan kunnen we vandaag nog twee landen met aardappelen. Ja, nou, of die helemaal afkomen, dat weet ik niet. Maar zal ik zo even de dingen pakken? Ik pak zo wel even deze even weg. Dan moet ik een beetje ruimte om te keren. De pieperhooier, die komt er ook al aan. Ja, ik kan hem niet aankoppen. Dat is ook weer vreemd. Hé, hey, dan ben een dikke fairy troll. Dat mooi ding. Het is een vier rij rooien. Ja, dat is maar wel een mooi ding. Zien jullie zo allemaal. Gaan we die zo een vol gras gebruiken? Ja, ga ik jij denk eerst? Ja, ik ga eerst even naar dat land toe. Want dan ga ik. Want ik moet waarschijnlijk ook zo spuiten. Nee, hou hem in de gaten of er onkruid komt. Of dat ik hem moet bemessen. Onthoud hem goed kijken, hè? Anders moet ik gauw spuiten. Nou, volgens mij komt er zo onkruid. Oh, stoppen. Oh, ik zie nog geen onkruid zeer. Maar daar kan ik wel een beetje kummers over zo. Maar moet ik hem aan de kant gaan met de varitron? Nou ja. Kijk, dat gaat met heel veel souplesse. Nee, ik ben zo'n goede chauffeur. Oh!
ik zet die woelpoot weer even met de vent aan, want dan kan ik me dat denk ik zo gaan spuiten en zo. Ik kan niet met die vent niet zo best spuiten. Hou jij dat andere land even in de gaten? Ja, maar dat is goed, dus een beetje hetzelfde. Ja, verrekte rotnieuwland, sta hem stil, joh. Stilstaan. Hier, blokkeren. Blokkeren die haap. B, ontslaan. En dan moet ik die hem losmaken. En dan moet ik hem wegrijden. En dan moet ik die hem zo. In de Sahara tussen de kamelen ging ik aardappels poten. Ja, ik kan hem stil blijven staan. Het is een voorsprongetje. Het is een nacht. Het is een nacht die je normaal alleen in Minecraft ziet. Het is een nacht. Je wordt gezongen door Giant Software. Ja, ik zal ze een beetje kummers eroverheen broezen. Zo. Oh, ik krijg hem over dat vent ding heen. Dan moet je bij het land doen waar ik sta. Ja, daar ben ik ook als eerste mee bezig. Doe maar rustig. Zo, dan pak ik me dit ding aan. Oh. Moet ik wel een beetje goed rijden natuurlijk. Hè? Verandert er ook waar? Naar het laan? Ja. Een beetje. Ik doe dat hem zo. Voor mij verandert er wel wat. Ik zie namelijk echt niks. En anders boeit het niet zo, je bent er wel overheen geweest. Helper I wordt geblokkeerd. Ja, dan kan ik hem kijken. Nou, dit is bemest 100%. Allemaal 100% bemest. Heeft geen zin om nog verder te bemesten. Ja, is goed. Is goed. Dan zal ik wel in de andere landen heen rijden, want daar kan ik waarschijnlijk nog wel bemesten. Dus dan weten we daarin wat van. Oké, ik denk dat het zo. Eindelijk kan dus al een strookje kool zijn, dat is bijna klaar en anders is nog niet eens ingezorgd. Oh. Oh, die ziet dat ding, hè? Ik zal deze even gewoon op helpen. Dus, mooi. Doet die hem. Wat doet die vent nou weer? Ik ga in één keer stilstaan. Is dat bijna klaar, dat perceel? Bijna. Wacht even, mijn gast. Zal ik eens even kijken? Doe dat toen maar in, ja. Heel goed. Nou, dan gaan we er mee. Hij is knalgroen. Nou, ik denk dat je nu kan, zeg maar pauze, want voor mij kan ik nu klaar. Ja, top verwijderen, zet me stil de tijd. Tijd oh, op 1. Ik ben bezig. Ja, maar je kan ook gewoon doen met 7 en 8, hè. Ja, nou, haal de piepers eruit. Ga jij eerst of ik eerst? Ga jij maar eerst. Joep. Ik ga hem er goed voor zetten. En we
tuin het oogseizoen. Nou, dan gaan we even vastleggen. Daar wordt eruit. Hier komen ze over de baan. Zo. Kan ik ook geluid gooien nergens of zo? Nee. Is dat niet nodig? Ik denk het niet aan. Nou. Gaat hartstikke mooi. Even kijken. Dit ding loopt nu ook. De tijd staat op 1. Dan kan de. Dit ding kan ook op aan. Zo. Dan denk ik stap er ook dingen in. De ding is al moeite aan het bemessen. Dat gaat zo mooi. En dan moet je je veld 12 ook hebben bemessen. Ik zit hem in de chandelier. Nou, mooie chandelier. Ik vind hem mooi. Veld 12 is nu al een bemester bezig. Dus dat is mooi. Ga jij rooien? Dat mag wel. Ik hoor alleen maar rooien. Moet je heel even wachten. Ga je ook. Hey. Nou, moet je eens kijken jongens, wat machtige machine. Zeg maar als je volgt. Jo, je mag straks wel naast me rijden, maar eerst wacht heel even. Ik zal zo eerst met die Varitron ook in die pijp een beetje goed drukken. Die moet een beetje zo. Zoiets denk ik. Dat is wel mooi. Ik moet het natuurlijk wel even goed voorstellen. Je slaat een dubbel over. Sla ik wat over? Oh, dat dik. Ja. Dus alles moet binnen de wiel zitten. Oh, dat gaat zo goed mogelijk. Ja. Ik kan gewoon dat wiel als referentiepunt gebruiken. Dan moet hij tussen zitten. Je kan als goed zonder rijden, toch? Ja, dat kan ik zo meteen. Oh, maar als ik zit, anders zit ik zo vol. Je kan straks niet naast rijden, hè? Oh nee, klopt. Ja, moet er wel eens een bij jou volgen. Dus kan je hem ook op meerdere stands sturen of zo? Ik vind de persoon niet de fijnste stuurstand. Nee, je kan alleen maar. Maar een stuk om te keren. Gas. Hartstikke mooi zo. Kijk eens even. Ik vind het wel mooi. Hè. Zo, dan gaat het weer een broodje. Mooi. En die Varitron. En jongens, ik vind het wel best wel voor deze aflevering. Volgende aflevering meer farming. Ik zeg mooi.